Eugène Albert Gessel is vandaag 100 jaar geworden. In verband daarmee is er bij hem thuis een dankdienst gehouden, die geleid is door dominee Emiel Rietveld. De dankdienst is in klein verband gehouden onder vrienden en familie van Gessel. President Boutersche heeft vanmiddag voor zijn betoog in de Nationale Assemblée de jarige gefeliciteerd. Het staatshoofd heeft via Eugène van der Schan, directeur van het kabinet van de president, Gessel voor zijn 100ste jaardag een bijzonder cadeau gegeven. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om vandaag een groot historicus, maatschappijcriticus, buitenlandse politiek specialist van Surinaamse huizen en geboren in de vorige eeuw, oom Jenny Eugène Gessel, te feliciteren met zijn 100ste verjaardag. Zijn 100ste verjaardag. Een gezegende leeftijd. Houdende vernoeming van de Hoge Straat tot Dr. Eugène Albert Gesselstraat. Overwegende dat de Nationale Commissie het verzoek heeft ontvangen van de Stichting Afro-Cariben en Research Center ACUR om de wetenschapper, historicus en politieke analist, de heer Dr. Eugène Albert Gessel, te vereeuwigen door de Hoge Straat in het centrum van het district Paramaribo naar hem te vernoemen. Dat gelet op de verdiensten van betrokkenen er geen bezwaar bestaat sinds de president tot inwilliging van dit verzoek. Gessel was heel verrast met de gesten van de regering. Hij gaf aan dat hij heel blij is dat zijn harde werk eindelijk is beloond. Het verband dat gelegd moet worden tussen de vernoeming van de Hoge Straat, dat is mijn geboortestraat. Nummer 80. Dat is dan het derde perceel rechts opgaand vanaf de toenmalige Rust- en Vredestraat. Ik wens de bewoners van de huidige Dr. Eugène Albert Gesselstraat alle goeds toe in de vernieuwing van hun straat. En ik zeg niet vernoeming, ik zeg vernieuwing. Dat was Eugène Albert Gessel. Hij heeft vandaag zijn 100ste verjaardag gevierd in gezelschap van familie en vrienden. Als cadeau van de regering wordt de Hoge Straat vanaf morgen naar hem vernoemd.